Een hele goedemorgen. Ik ga even ontbijten en we gaan dus over een paar dagen op vakantie. Dus ik weet eigenlijk helemaal niet wat ik vandaag allemaal ga eten en zo. Maar het is in ieder geval de bedoeling dat ik de dingen die ik nog heb, dat vandaag en morgen opgegeten gaat worden. Ik heb de laatste paar dagen geprobeerd om pannenkoeken te maken, veganistisch. En dat lukte steeds best goed, maar ik schud het wel heel de tijd uit mijn mouw. Dus ik ga het proberen te delen hoe ik dat precies doe, maar misschien is het een beetje vaag. Wat heb je nodig? Havermout, zelfrijzend bakmeel, plantaardige melk en bakpoeder. Je kan eventueel nog kaneel of zo in doen als je dat lekker vindt. Dat doe ik allemaal bij elkaar in een blender. Een kopje havermout. Doe ik dan in een pan en dan heb je één dikkere pannenkoek. En de appel die snij ik in stukjes. En die bak ik ook in een pan met wat plantaardige boter. Ik dacht dat het ook wel leuk was misschien om wat vragen in deze video te beantwoorden. Dus ik had een vragensticker op Instagram gepost. Ben je blij met je korte haar? Twee video's geleden heb ik laten zien dat ik mijn haar weer kort heb geknipt, heb gedoneerd. Het was die dag ook natuurlijk helemaal gefeund door de kapper en weet ik het wat allemaal. En ik twijfelde gewoon heel erg wat ik ervan vond. Maar eigenlijk sinds ik het toen een keer zelf gewassen heb, ben ik er zo ontzettend blij mee. Ik vind het echt heel erg leuk en het valt gewoon nu veel, nou ja, beter wil ik niet zeggen, maar het valt nu gewoon heel anders. Iedereen die zei, je moet gewoon even wennen, die had absoluut gelijk. Ik ben er echt heel erg blij mee. Hoe hebben jullie je woonplek gevonden? De huismarkt is natuurlijk helemaal ellende momenteel voor heel veel mensen. Als je geen vast inkomen hebt en student bent, zijn dat vaak factoren die het niet makkelijker maken om een woning te kunnen huren. Wij hebben gewoon super veel geluk gehad met dit huis. Op Facebook zit ik gewoon in allemaal verschillende woongroepen. Ja, je kan gewoon even zoeken op dingen als woningen te huur in Utrecht, Utrecht appartementen, kamer te huur in Utrecht, weet je, allemaal dat soort groepen. Daar kwam toen dit voorbij. Ik dacht, oh, dat is leuk. Wij waren helemaal nog niet heel erg bezig met willen we samenwonen of niet. Maar ik dacht, ik reageer gewoon. Ik zie wel waar het schip strandt. En toen mocht ik komen kijken. Jan was toen op vakantie ook, dus die heeft het ook helemaal nooit gezien voordat we hier gingen wonen. En ik had gewoon gelijk een heel goed gevoel bij dit huis. Dus ik zei van, nou, is goed, willen we wel. Ik dacht, kleine kans dat we dat worden. En toen werden we gebeld door die huisbaas van, nou, het is van jullie als je wil. Ik dwaal echt helemaal compleet af. Maar het ding is dus dat we dit via Facebook gevonden hebben. En ik heb verder dan dat niet een ultieme tip. Want we hebben gewoon echt super veel geluk gehad. Zonvakantie of skivakantie? Zonvakantie. Alleen ik merk wel dat door de jaren heen ik me er wel een beetje bij neergelegd heb dat ik niet altijd heel goed ga op heel warm weer. Ik weet niet, voor een paar weken vind ik dat dan chill, maar op een gegeven moment ben ik ook wel weer echt helemaal klaar met warmte en heb ik gewoon weer heel erg veel zin om in het Nederlandse weer te zitten. Is inmiddels lunchtijd. Ja, ik heb één broodje en ik heb nog wat boterhammen. Ik heb dus hummus zelf gemaakt met zongedroogde tomaten erin. Ik weet alleen niet of dit nog goed is. Prima. Oké, dan is het plan om een broodje te gaan maken met hummus, gebakken champignon en spinazie. Deze champignonnen die moeten echt op. Die ga ik even bakken in een pan met wat olie. Daar doe ik ook de spinazie bij. Ja, als dat allemaal heel erg geslonken is en zo, doe ik daar een beetje knoflook overheen, peper, zout en balsamico azijn. Ik bedenk net, ik vergeet helemaal compleet om sriracha erop te doen. Waar heb je geleerd wat je op YouTube doet? Ik interpreteer de vraag als waar ik heb leren editen en misschien filmen of zo, dat soort dingen. Ik heb dat eigenlijk gewoon allemaal zelf geleerd. Op de middelbare school gingen we een keer in klas 4 naar Parijs. En toen leek het me leuk om daar een soort aftermovie van te maken. Dus toen ging ik gewoon filmen met mijn telefoon. En toen achteraf heb ik daar een soort, ja, filmpje van
3 minuten van gemaakt of zo in Windows Movie Maker was dat toen. En toen ontdekte ik dat ik dat best wel leuk vond. Sindsdien ben ik dat toen vaker gaan doen. Op een gegeven moment hoorde ik van het programma Movavi. En dat kostte toen volgens mij 30 euro of zo. Toen heb ik dat ook een keer gekocht. En zo ging ik zeg maar steeds een stapje verder. Ik keek dan gewoon YouTube video's over hoe je dingen kon editen en hoe je kon werken met effecten. En ik kijk best wel vaak video's over hoe anderen hun video's editen en over hoe je misschien video's beter en logischer in elkaar kan zetten, als dat logisch klinkt. Tegenwoordig edit ik in Premiere Pro van Adobe. Zou je hierna nog een master willen doen? Voor de mensen die dat misschien niet weten, ik doe nu momenteel de master Media Journalistiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ik vind studeren best wel leuk, maar ik merk ook dat ik echt wel klaar ben om gewoon klaar te zijn met studeren. Ik merk dat ik eigenlijk heel mijn leven lang best wel veel stress ook krijg van school. En dat door de jaren heen heb ik dat echt wel beter kunnen managen, zeg maar. Maar ik kijk er ook heel erg naar uit om daar gewoon echt mee klaar te zijn. Ik denk dat als er een master was die ik echt super leuk zou vinden, dat ik het dan zeker overwogen had om het wel te doen. Maar er is gewoon geen opleiding die mij zodanig aanspreekt dat ik nog een tweede master zou willen doen. Het is echt even mooi geweest. Ik ben dus altijd zo bang dat er eten tussen mijn tanden zit als ik aan het praten ben. Heel groot stuk spinazie. Oh my god. Een vraag die daarop aansluit en die best wel veel gesteld is ook, is: weet je al wat je na je studie wil doen? En wat is je ideale toekomstige baan? Voor de eerste maanden na mijn studie heb ik een plan. Daarover meer in volgende video. Mocht je al wat kunnen raden, let me know. Wat mijn ideale droombaan is? Ik vind dat een heel lastige, grote vraag. Misschien ga ik de komende 5 jaar iets doen wat ik super leuk vind. Of misschien niet zo leuk vind. En dan daarna wel weer wat anders. Dat kan natuurlijk misschien best wel een beetje switchen en wisselen. Ik zag dus nu een vacature voor videoredacteur. Bij een nieuwsorganisatie. En dan zou je dus video's maken van nieuws voor verschillende social media kanalen van deze nieuwsorganisatie. En toen dacht ik echt, nu komen mijn studie, mijn hobby samen. Zoiets lijkt me echt super tof. Ja, gewoon iets met video. Ik vind dat gewoon heel erg leuk. En dat klinkt misschien dat je denkt van ja, je maakt YouTube video's en natuurlijk vind je dat leuk. Maar ik was toch even vergeten dat ik het ook leuk vind, misschien buiten mijn hobby en mijn eigen social media kanalen en zo om. Dat het me ook wel heel tof lijkt om het misschien dus voor een nieuwsorganisatie zoiets te doen. Ja, ik weet niet zo goed waarom, maar ik zie het op zich ook nog wel gebeuren dat ik later gewoon eigen baas ben. Tenminste, dat ik niet per se voor een baas werk. En dat is gewoon een beetje een gevoel, maar ook iets wat me wel heel erg aanspreekt. Beste vegan vleeswaren voor op brood. Ik eet ze zelf niet heel erg veel, maar ik heb wel een paar favorieten. Filet américain van de vegetarische slager, die vind ik echt top. Korn, die heeft een vegan boterhamworst uitgebracht. Die vind ik ook lekker, alleen die is wel, vind ik, best wel duur, want je betaalt dan 2 euro voor echt 5 plakjes. Korn, die had ook altijd een kipfilet, maar die verkoopt mijn Albert Heijn niet meer. Ik weet niet of hij überhaupt nog bestaat. Maar die vond ik ook altijd lekker. Dit is dan vis, maar die is wel ook echt heel lekker op een broodje. Dat is de Vuna, de vegan tonijn van Garden Gourmet. Oh ja, wat we ook vaak wel hebben, is de vegan grillworst van Albert Heijn. En dan de plakjes, niet zeg maar het stuk grillworst dat je het zo moet snijden. Ja, die vind ik prima. Dus niet super lekker of zo, maar die is wel gewoon lekker. Ja, als je van smeerworst en zo houdt, ja, ik ben daar niet een heel groot fan van. Dan zijn er ook van die kuipjes van kips. Ik ga even een vegan paaseitje eten. Ik heb dus bij Lidl puur praliné paaseitjes en die zijn dus vegan. En ze zijn echt amazing. We hadden nog heel veel avocado's. We hadden nog wortel en we hadden nog courgette. Tomaatjes, komkommer. Dus ik wilde daar iets mee waar dat allemaal in kon. Dus vanavond eet ik taco's. Ik ga de courgette en de wortel zo fijn mogelijk snijden. Omdat de taco's natuurlijk best wel smal zijn, wil ik niet hele grote brokken erin moeten frutten. Dan fruit ik een uitje in een pan. Daar doe ik 2 theetjes knoflook bij. En vervolgens de groenten. Ik vond in de kast nog dit zakje kruidenmix. Dus dat ga ik er doorheen doen. Je hebt ook deze Johnny Boer Mexicaanse kruiden. Die zijn ook heel erg lekker in Mexicaanse gerechten. Ik heb ook nog een blikje mais wat ik uiteindelijk doorheen ga doen. En dan moet er natuurlijk ook iets van guacamole bij. Ik heb echt nog super veel avocado's. Maar omdat ik nu alleen eet, hou ik het even bij 1 avocado. Daar doe ik wat limoensap bij, want we hebben echt ook nog best wel wat limoen. Peper, zout, knoflook. Erg
chill. Ik snap niet hoe mensen mukbangs opnemen. Ik kan nog niet praten nu. Wat is je levensmotto? Nou, ik vind dat erg diep klinken. Dus ik zou willen zeggen dat ik het niet heb. Maar er zijn wel een aantal dingen die ik vaak zeg. En dat zijn: niet geschoten is altijd mis. Nee heb je, ja kun je krijgen. En als je echt iets wil, ga ervoor. Ik weet niet echt of dat een motto is of zo. Luister naar je gevoel. Zeg maar, als je een naar onderbuikgevoel hebt. Of je voelt je ergens niet prettig bij. Of je voelt je dus juist ergens wel heel prettig bij. Luister daarnaar. Luister naar je gevoel. Nou, wat ik heel vaak heel toffe accounts vind op Instagram zijn Instagram accounts die een beetje de norm doorbreken wat betreft wat schoonheid is, zeg maar. Dus dat zijn heel veel accounts waarin bijvoorbeeld meiden laten zien hoe ze geposeerd op de foto staan en hoe ze dan ontspannen op de foto staan. Dat is trouwens ook echt een tip voor iedereen. Volg echt accounts waardoor je je niet onzeker over jezelf gaat voelen. Wat is je lievelingseten? Dat hangt natuurlijk altijd een beetje van de mood af. Maar over het algemeen houd ik echt heel erg van sushi. En dan uiteraard zonder vlees, vis of andere dierlijke producten. Ik krijg ook best wel veel de vraag welke niet-vegan eten ik het meest mis. Ja, ik vind missen zo'n groot woord. Ik bedoel, ik kies er zelf voor om plantaardig te eten. Er is niemand die mij daartoe dwingt. Het voelt altijd een beetje als ik zo'n vraag krijg alsof... Ja, hoe zeg ik dat? Alsof ik nu een heel zwaar leven heb, dat ik dan bepaalde dingen niet meer mag eten. Terwijl ik heb altijd het gevoel, ik mag alles eten. Ik kies er alleen voor om bepaalde dingen niet te eten. Ik eet gewoon, vind ik, minstens net zo lekker als toen ik wel nog kaas bijvoorbeeld at. Ja, ik weet, ik kan ook oprecht even niet echt iets bedenken. Want heel veel mensen denken dan gelijk kaas. Maar het is niet iets dat ik denk van, oh, dat mis ik echt super erg of zo. Er komen steeds lekkerdere plantaardige alternatieven ook voor kaas. Dus het is ook denk ik gewoon heel erg een kwestie met veganistisch eten. Dat je gewoon een heel andere manier van koken ook aanleert. Je leert gewoon nieuwe recepten maken. Met nieuwe dingen leren koken die je misschien niet zou gebruiken. Of gerechten die je niet zou eten als je niet plantaardig zou eten. Hoe leg ik dit uit? Ja, ik eet nu misschien bepaalde dingen niet meer die ik dan vroeger wel at. Maar ik eet nu ook heel veel nieuwe dingen die ik vroeger niet at. Snap je wat ik bedoel? Dus het is niet alsof ik in één keer vet gelimiteerd ben in mijn keuzes. Want er is nog zoveel meer dat we niet kennen of dat we niet gewend zijn. Ja, dat. Ik ben trouwens zelf appelmoes aan het maken. Want we hadden echt nog heel veel appels. En dit kan ik dan eventueel invriezen. Echt een briljant idee, al zeg ik het zelf. Volgens mij hebben we nog vanille-ijs. Dus dat ga ik eten met warme appel. Deze is volgens mij echt iets van 5 of 6 euro of zo. Maar ik vind hem wel echt super lekker. En af en toe hebben ze van die bonus aanbiedingen. En ik doe er dus echt maanden mee. Nu de vraag of dit echt zo lekker is als ik heb gedacht. Ja, heel zoet. Maar heel lekker. Apple crumble met vanille-ijs zonder de crumble. Heel erg bedankt voor iedereen die een vraag heeft ingestuurd. En ik wil jou heel erg bedanken voor het kijken. En hopelijk tot een van mijn volgende video's. Doei!